Monday morning, het is carnaval. Ergens daar buiten. Stond net in de keuken en toen kwam Lea naar me toe. En toen zei ze, allebei sok. Ik denk, heeft ze de sokken uit of wat wilde ze zeggen? Ik heb een kaka. Oepsie. Wat ben je aan het doen, Nick? Verven. Wat ben je aan het verven? De auto. Vandaag is het... maandag. Carnaval is maandag. Dinsdag. Is het dinsdag? Het is dinsdag. Oh ja. Ik ben stiekem aan de zonnebank geweest, jongens. Ik hield het niet meer. Ik wilde licht. Warmte. Dus vandaar dat ik een beetje rood ben. Maarten wilde naar de wasstraat. Nick wilde mee. En Lea begon te huilen. Dus het was even niet duidelijk. Wil ze nou mee of niet? Want ze is er eigenlijk bang voor. Dus compromis is dat ik meega. De rode en de gele is het lekkerste. De rode en de gele kikkersnoep is het lekkerste. Dus mama is even mee. En kijk of we haar angst kunnen overwinnen. Ja. Wat heb ik die haartjes nou doen? Wil je dat niet? Wil je omdraaien? Wil je bij mama zitten? Dat je niet hoeft te kijken. Wil je wel kijken? Dinsdagavond, nog steeds rood. Ik zit hier aan de keukentafel of eetkamertafel in de kou. Onze verwarming tikt op de kinderkamers als die aangaat en weer uit en aan en uit. Dus als de kinderen in bed liggen, dan zetten we meestal de verwarming uit. Oef, ik ben te moe om de camera recht te houden. Ah, sorry. Nou ja, dus koud. Maar ik ben leuk bezig geweest met mijn... business model canvas. Een van de opdrachten van Wonderlijk Werken. Als ik op een gegeven moment alle lef bij elkaar heb geraapt en alle opdrachten klaar, dan zullen jullie daar vast mee over horen en zien. Oh ja, wat ik wilde doen is een shout-out. Want ik heb klaar ben met de opdracht een superleuke vlog bekeken. En die is van Wild and Boho. En deze dame heeft 3 kindjes, is fotografe en op Instagram heel groot. En ze is nu ook sinds kort bezig om YouTube filmpjes te maken. En wat een creativiteit, serieus. Echt, ga kijken. Ik zal de link hieronder in de beschrijving zetten. Wat een humor, wat een hele eigen stijl en ook wat een herkenbaarheid. Dus ga zeker even kijken, is echt leuk om te zien. Ik, Maarten is vergaderen en het is 9:45. Ik denk dat ik naar bed ga met een boekje. Woensdagochtend, nog steeds rood, nog erger rood. En lekker vakantie, de kids amuseren zich. Wat ben je aan het maken, schat? Een taxi. Kikkoe! Want de touw zit stevig vast. We kunnen, ik denk dat de touw gewoon erop geplakt is. Dat we hier... die kant en die kant gewoon open kunnen maken. Oh, wat een natte sok. Wat een natte sok. Dat is geen sok, dat is een doekje van Baby Born. Wat is dat? Hé, hey, hoe weet je dat? Wat is er? Ben je iets aan het lopen? Nee. Scheiße. Ik kan het testen of die goed is en dan gewoon laten vallen en dan is die kapot. Ik kan wel ruiken. Ja, dat kan inderdaad. Maar even niet hier lopen, want die ligt op een glas lang. Mama, ga jij. Ik heb net gezogen. Ah, super lekker, schat. Dag, vind je me even? Ja! Is dat? Hoe wist je dat? Had je dat meegekregen? Dat ik die ook had. Hallo, het is donderdagochtend. Is het donderdagochtend? Ja. Ja. Ik heb hier een wijze les, jongens. Oh, dan vliegen ze net weg. Oh, dat is jammer.
Nou, in ieder geval op die dunne boom daar, daarboven in dat takje, daar, zaten net twee dikke tortelduiven. En het regent dat het giet en dat is een heel dun boompje dus. Maar die twee zaten daar gewoon, het was nog heel gezellig met elkaar te tortelen. En wat ik moest denken was, wij trekken ons soms zoveel aan van omstandigheden, of het weer, of ja, we voelen mee als iemand chagrijnig is, dan worden we dan ook chagrijnig, of weet ik wat, of dingen lopen niet. Maar dat betekent niet dat je het niet leuk kan hebben met elkaar. Dus ondanks de omstandigheden, ook al is het een wiebelig boompje waar je op zit en het regent dat het giet, kun je toch gewoon ervoor kiezen om de focus op elkaar te hebben en het gewoon leuk te hebben met elkaar. Bedankt duifjes! Ik ga even weer de mes van het ontbijt opruimen, de kit aankleden en even hier een huis wat doen. Wie heeft hem eruit gevonden? Er was vast geen huisvrouw. Ik vind het zo zonde van mijn tijd. Zeg maar, moet ik vanwege de kledingstijl van Maarten, moet ik hier, nee, ik moet er maar niet te lang over nadenken. Ja, ik weet het, hij zou het ook zelf kunnen doen en zo, maar dat vind ik dan ook, hallo. Het is nu gewoon zo dat hij de hele dag werkt en ik de hele dag thuis ben. En ik loop dan de hele dag tegen die dingen aan te kijken, dus ik denk, ja. Een tip van een vriendin van mij, gewoon knop hier, verstand op nul, gewoon even doen. Meteen even doen, niet laten opstapelen, meteen even doen. Ben je er vanaf. Twee zijn zo schattig aan het spelen. Ja, dit zwarte? Nee, de wielen alleen maar. De wielen. Moet jij de vlogcamera even vasthouden? De wielen eraf? Ja. Dan moet ik dan eerst het rode eraf halen. Hè? Het ging eigenlijk best vlot. Het is toch ook wel fijn als Maarten 's ochtends dan opstaat. De kast kan open doen. En een hemd, blouse. Ik ben daar niet goed in. In Duitsland is dat anders. Hemd, blouse. Dit gewoon eens een kast kan pakken. Lea, welk ei wil je? Kijk eens, een gekookt ei of een gebakken ei? Die of die? Oké, en Nikki? Gekookt of gebakken? Deze. Gebakken. Oké. Alleen Klaas. Ja. De boeven willen dit en dat allemaal. En dan doen ze dan weer deze kluis. Het is bijna af. Eet smakelijk allemaal. Eet. Je moet je even blazen, schat. Jij. Papa zo. Appelschoen. Andersom. Lea die is even aan het slapen. En ik ging net een spelletje doen. En welke koos je? Eihoofdspel. Eihoofdspel. Dus, let's do this. Wat moet ik doen? Dus dat. Je moet twee eieren kiezen. Oh, zie je dat geen water in? Dat weet ik niet. Doe maar. Doe maar. Zie je wel, ik weet het. Oké. Okay, daar heb ik gehoord. Nog één. Nou, hier zit echt geen water in. Zie je wel. Nu mama. Pak één ei. Geluk gehad. Nee, ik wil niet. Waarom niet? Want ik kan wel zo. Jij bent aan de beurt, schat. Nee, ik wil het zeggen. Jij bent aan de beurt. Hallo. Jij bent aan de beurt. Pak twee eieren, staat er, maar we hebben nog maar één, dus mag je die pakken. Tadaa!
Inmiddels is het avond. Maarten is al thuis. En ik ben aan het koken. Wondjes. Heeltjes. En gehaktballetjes. Niet aankomen. Echt waar? Echt waar. Wie zei dat? Slang.